Ik wou vandaag eigenlijk spreken over de Bijbel is een zeef. Wie is het daarmee eens? Nou oké, eentje is een zeef. Jij vindt de Bijbel een zeef. Nou goed, de rest niet. Nou, ik ga dat dan even uitleggen. Er zijn mensen die zeggen, ik wil wel wat uitleg bij de Bijbel is een zeef. Ja, kijk hier. Dit is een, zeef, een hele grote zeef, hè? Een hele grove zeef is dat. Dat is een, of een krullenzeef, of een kolenzeef, of een stenen zeef. En dan zeg je, is de Bijbel nou een zeef? Maar, ik weet het niet. Ja. Ik zeg nog steeds, de Bijbel is een zeef. Misschien een vergiet dan. Nou, ik zeg ook, de Bijbel is een zeef en de Bijbel is een vergiet. Maar ging ik nou heel hard? Ja, oh ja, nee, ze zitten door elkaar. Ik moet eigenlijk eerst deze hebben. De Bijbel is een fijnmatig zeefje. Een soort theezeefje. De Bijbel is een soort theezeefje. Ja, vind ik wel. Jullie waarschijnlijk nog niet. Maar, hoe gaat die hard? Leuk, hè? Nee, niet meer spelen. Het is namelijk zo dat er komt gewoon heel veel op ons af. Wie is het daarmee eens? Ah, daar weer wel. Daar wel natuurlijk, hè? Yes, er zit wat een goede golflengte. Er komt heel veel op ons af. En de vraag is, ja, wat doen we daarmee? Zeven. Nou, vorige week heeft Gij me gesproken. Ik heb gezegd, een hele mooie aansluiting. We moeten het plan van God ook kennen. En Gijm heeft gesproken over Saul en Samuel en honing. En nee, goed, ik ga daar lekker niks over vertellen. Als je het niet weet, dan ga je lekker naar de website en dan kan je het nog eens een keer luisteren. Maar dat was heel erg mooi. Ik vond het wel een leuke aanvulling. Maar we hebben dus heel veel wat om ons afkomt. En dat zit allemaal in ons hoofdje. Dat radert en dat draait en dat vindt een plekje en daar gebeurt wat mee. Of niet? Ja, en er zijn momenten dat je zegt van nou, ik wil dat gewoon niet meer. Ik wil dat niet meer, dat dat allemaal op mij afkomt. Ik heb geen troost voor je. Want Excel komt opzetten. Ik weet niet wat er vandaag gebeurt, maar dat gaat niet goed. Die hadden we, hè? Er is geen ontkomen aan. Er komt van alles op je af. En er is geen ontkomen aan. Je kan daar niet voor wegduiken. Je kan jezelf daar niet voor opsluiten. We leven nou eenmaal in een wereld waarin het gewoon is dat je, ja, dat is gewoon zo. Iedereen mee eens? Even kijken, allemaal. Oh, een stuk minder. Ja, een stuk minder, ja. Ja, toch. Toch denk ik dat het zo is, hoor. Ik wil eens wel met je praten om te kijken van hoe dat dan oplost. En alles komt door je oog, of door je oor, of door ja, je hart, door dingen die gebeuren. Het overkomt je. Je oog, je oor, heeft invloed op je leven. En de grote vraag is nu, welke invloed in je leven laat je toe? Wat zeef je? Welke filter wil je gebruiken? Er zijn heel wat filters die je kan gebruiken. Dat je zegt, nou weet je wat, de islam gebruik ik, de Koran. De Koran pak ik vast en dat is hetgeen dat gebruik ik als filter. Alles wat op mij afkomt, laat ik door de Koran gaan en komt zo in mij. Ik laat dat even filteren. Ik kan ook zeggen, nou, de Lucky Buddha. Ik heb begrepen, want het is leuk, je gaat op internet zoeken. Ik heb begrepen dat er heel veel soorten Boeddha's zijn. Hè? Dit is de geluksboeddha. Die wordt heel vaak gegeven aan mensen. Alsjeblieft, nou, daar veel geluk ermee. Nee. Alles wat op je leven afkomt, laat je via die geluksboeddha lopen.
De gedachtegang van die geluksboeddha, die pak je vast. En alles wat op je afkomt, laat je daar doorheen lopen. Of de Hare Krishna. Die pak je vast en alles wat op jou afkomt, laat je daar doorheen gaan. Laat je daardoor beïnvloeden. Ik heb even koning voetbal er ook bij gezet en we kunnen nog veel meer erbij zetten. Je leven kan beïnvloed worden door een heleboel dingen. En alles wat op jou afkomt, kan daar doorheen gaan. Ik geloof dat de Bijbel waar is, al het andere is niet waar, omdat de Bijbel het tegenspreekt. Nou, zo simpel, zo denk ik erover. Je hoeft er niet zo over te denken, dat is jouw probleem. Vind ik namelijk een probleem, of uitdaging, zeg ik vaak. Nee, probleem. Het is heel leuk, als je ook gaat zoeken, dan zeg je wel, oké, ja, maar in de Bijbel staat dit, maar in de Koran staat ook zoiets. Of bij Boeddha vind ik ook zoiets. Of bij de Hare Krishna vind ik ook zoiets. Dat lijkt toch allemaal wel op elkaar. In wezen maakt het toch helemaal niet uit waardoor je laat beïnvloeden. Als je maar goed doet. En zo, ja, de vraag is, wat is goed natuurlijk? Als je maar aan de normen en waarden houdt. Ja, maar welke normen en waarden? Ik geloof dat de Bijbel waar is. En al het andere is niet waar, omdat het de Bijbel tegenspreekt. Eén Bijbeltekst pak ik maar, hè. Uit Efeze, want door genade zijt gij behouden en door het geloof. En het niet uit uzelf, het is een gave van God. Dan gaat die tekst nog verder. Er zijn heel wat geloven en religies en levenswijzen die botsen hier tegen. Die zeggen, dat is niet waar. Dat is anders. We moeten het verdienen. Maar dat staat hiervan niet. Het is een gave, je krijgt het. Dus dat botst. Dus niet waar. Dan zeg je, ja, wat is dan waar? Nou, wat in de Bijbel staat, vind ik dan niet waar, dan neem ik dat andere. Ja, maar je kan niet en de Bijbel nemen, en de Koran, en de levenswijze van Boeddha volgen, en Hare Krishna en B. Vooral, dat kan niet. Want dan botst het altijd weer op een of andere manier met de Bijbel. Ja, maar is de Bijbel dan wel waar? Maar de vraag is de Bijbel wel waar? En heel veel christenen zeggen, ja, de Bijbel is waar, echt waar. En als je dan door gaat vragen, dan haperen ze misschien dan toch wel weer ergens van, ja, maar. Ja. Nou, wat voor bewijs wil je om de Bijbel te geloven? Zeg het maar, wat voor bewijs wil je? Is iemand die zegt, ik geloof niet in de Bijbel, ik wil een bewijs. Bewijs het maar. Waar zie je dan? Bewijs het maar. Dan komt iemand naar je toe en dan zegt je, is de Bijbel waar? Bewijs het maar. Nou. Ga een filmpje kijken. Thank you.
Nou, dat is leuk, internet staat vol met zulke dingen. Geloof nou maar de helft wat hier is. Geloof maar de helft van wat je gezien hebt. Dat is al voldoende om gewoon aan te geven dat de Bijbel gewoon waar is. Er staan dingen in die ze niet konden weten en toch opgeschreven hebben. Dat is iets goddelijks, dat kan niet anders. Maar als je dan denkt van, dat is het, we gaan nog veel meer lezen, maar dan uit de Bijbel. Ik heb 2 leessterren gevraagd. Die mogen hiervoor komen zitten. Ja. Even kijken of hij doet, moet je even boe zeggen. Boe? Ja, zie, hij doet het. En bij jou ook, doet het bij jou ook? Boe 2? Ja. Boe 2, ja. Boe 2. Oké, wat ik gedaan heb, of ja, ik heb opgezocht in een boek, een heel leuk boek. En er stond in, Oude Testament en het Nieuwe Testament, dus het Oude Testament is voor Jezus en het Nieuwe Testament is vanaf Jezus. Wat in het Oude Testament geschreven is, en soms wel 500 jaar daarvoor, hè, en wat in het Nieuwe Testament gebeurt. Dus mensen hebben dingen opgeschreven 500 jaar voordat het gebeurde. En niet zomaar dingen, maar in detail. En denk je, nou, als ik zeg van nou over 500 jaar dan zijn er robots die de afwas doen. Oh nee, die zijn er eigenlijk al. De robots die mijn auto was, oh nee, die zijn er ook al. Maar goed, over 500 jaar gebeurt er iets en dan denk je, ja, het zal wel hoor. En dat over 500 jaar toch precies uitkomt, dat is heel bijzonder. Iets wat je niet weet. Over 500 jaar, dan kunnen we binnen 30 seconden naar de maan. Dat is makkelijk, leuk, want een bezoekje aan de maan, dan ga je eens naar praten en binnen 30 seconden dan ga je daar naartoe. Dat zeg ik dan zomaar. Hè? Dat is waar hoor, echt wel, dat schrijf ik op. En wat zou het bijzonder zijn als over 500 jaar dat gebeurde? Dat lijkt me mooi. Dat is apart. Dat kan toch niet, hè? Nou, in de Bijbel staan dingen beschreven die 500 jaar na de hand exact uitkomen. En we gaan er zomaar een paar voorlezen. Jezus op de ezel. Zacharia 9, vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig en rijdend op een ezel. Op een ezelhengst, een ezelinnenjong. En wat gebeurde er in het Nieuwe Testament? Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er 2 leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeten. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidde die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Dat is een andere vertaling, hè? Niet? Ja. Maar het is ook waar, hoor. Dat is ook waar. Welke vertaling heb jij? Nieuwe Bijbelvertaling, NBV. Oh. Ja, NBG hadden wij, hè? Ja. Dit is NBG.
Maar goed, maakt niet uit. Misschien kan je dan beter luisteren als meelezen. Maakt niet uit. Volgende. Jesaja 53, vers 9. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Hij is dus begraven in een graf van een rijk man. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in een nieuw rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten bouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. De kleren van Jezus die werden verdeeld. Psalm 22. Psalm 22, vers 19. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat één deel. Maar zijn onderkleed was uit één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. Dat is wat de soldaten deden. Ja. Zacharias 12, vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitschieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over enig kind. Zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil ook dat u dat gelooft. Zo ging de schrift in vervulling. Geen van mijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt, ze zullen hun blik richten op hem die zij hebben doorstoken. Psalm 16, vers 9 en 10. Die moet je iets overslaan, hè? Toch? Handelingen 2, vers 31. David heeft de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Psalm 16, vers 10, 9 en 10. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam zich veilig wonen, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Tot zover. Ik ben ervan overtuigd dat de Bijbel de enige juiste zeef, vergiet of filter kan zijn. Als u een andere neemt, prima, dat moet u weten. Dat mag. Ik kom nog heel even terug op de preek van Gijmen. Ik denk als je zo'n hele grote zeef neemt, die heb je als je pas tot bekering komt. Waarom? Je kan de Bijbel wel als zeef nemen, maar als je niet weet wat in de Bijbel staat, dan is het lastig natuurlijk, want dan kan je het niet goed filteren. Dus in het begin is die zeef heel groot. Je pakt zo wat dingen eruit. En in het Bijbelgedeelte, daar stond in Hebreeën 5, dat sommige mensen op hun donder krijgen. Eigenlijk. Omdat ze zeggen, hoe lang ken je de Bijbel nou al? Al zo lang? En je lijkt wel een babytje.
Je gebruikt nog die grote zeef. Je moet al langer een fijnere zeef hebben. Eigenlijk was je al aan de filter toe. Heel fijn. Daar was je al aan toe. Dat staat daar. Dus alles wat je oog en je oor binnenkomt en alles wat in je hart zit, filtert dat. De rotzooi moet eruit. De rotzooi moet eruit. De vraag is, waar zit dat filtertje dan? Ik heb even een oor gevonden en dan denk ik, nou, het komt je oor binnen en dan moet die gefilterd worden. Een voorbeeld. Stel, hè, ik sprak laatst, kort geleden, twee bijzondere mensen. En daar zei ik iets tegen. En toen was de reactie, is dat nou positief of negatief bedoeld? Ja, ik kon daar antwoord op geven. Maar stel dat er iets gezegd wordt tegen jou en je weet het niet, filter dat dan door de Bijbel heen. Als er staat bijvoorbeeld, stel dat gezegd wordt, oh, ook een bijzonder mens hoor. Dan denk je, ja, oké. En als je dat dan denkt dat het negatief bedoeld is, en je filtert dat door de Bijbel, wat komt er dan in je op? Dat is even een praktijkoefeningetje. Je hoeft het niet te zeggen hoor, maar wel even over nadenken. Je moet eens over nadenken, je moet niet zeggen. Ah, heel goed. Ja, niet elk mens is muziek, uniek. Dan zeg je, ik. He, want het ging over jou, hè. Het komt naar jou toe. Dan zeg je heel persoonlijk, ik ben uniek. Ik ben een kind van God. Ik ben bijzonder. Ja. En of dat nou positief of negatief bedoeld is. Ja, och, laat dat maar even in het midden dan. Maar je mag weten, ik ben een bijzonder mens. Als iemand jou uitscheldt of weet ik wat ze allemaal doen. Rottige dingen over jou vertellen. Je hoort het allemaal. En je zeeft dat niet. Dan neem je dat op, dan wordt geraden, het komt in je hart en je hebt een probleem. De meeste mensen wel. Maar als je dat zeeft door de Bijbel heen, dat scheelt een heleboel. Want een heleboel onwaarheid wordt over jou uitgegoten. En dat kan je omfilteren naar waarheid. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te kennen. Dat is heel belangrijk. Want als je de Bijbel kent, hoe meer je de Bijbel kent, hoe meer die kan filteren. In het begin maar een grote filter, maar dat wordt steeds een kleinere filter. Het wordt steeds makkelijker. Het oog. Wat je ziet. Wat je ziet kan je zo binnen laten komen. Kan zo in je komen. Kan ook zo in je hart komen. Alle rottigheid van de wereld kan je zien. Wat doe je als de televisie aanstaat? En je ziet daar echt iets waarvan je denkt, nou, dat is niet goed. Ergens weet je dat wel. Dan kan je zeggen, nou, ik ga er naar zitten kijken en dan laat ik het filteren. Dat kan, hè? Ja. Maar ik denk op het moment dat je dat doet, dan verstopt die filter gelijk, maar dan moet je hem uitzetten. Heel simpel. Dan weet je, dit is rottigheid. Want ik zie dingen die God niet wil. God wil dit helemaal niet. God wil ook niet dat ik het zie. Dit is echt een grove zonde wat hier gebeurt. Dat moet niet. En dat zie je direct omdat dat filtertje erachter zit en die zegt, oeps, stop, uit, klaar, andere dingen doen. Nou, dit vond ik moeilijk, waar moet die Bijbel nou zitten? Dus ik heb het even iets anders gedaan. Dacht ik, weet je wat, ik doe het zo. Dit is al een hoofdstuk apart. Dit is een hele preek apart. Want de Bijbel moet in je hart zitten. Of het is verstandig om de Bijbel in je hart te hebben. En alles wat naar je hart toekomt, moet gefilterd worden. Maar eigenlijk ook alles wat uit je hart komt, moet je filteren. Dat wil zeggen, als je tegen mensen praat, moet je het eigenlijk vanuit door die filter laten gaan. Als je dat niet door de filter laat gaan, de filter van de Bijbel, dan ga je wel eens dingen zeggen die je eigenlijk niet had willen zeggen.
Ja, dat had ik niet moeten zeggen. Dat is toch een beetje vervelend geweest. Dan word je bijvoorbeeld ineens heel boos en dan wil je gaan schelden. En dan wil je dat naar uit je hart laten komen. Boem, komt het in die Bijbel. En dan zegt hij, oh, je moet niet boos worden. Even praktisch, hè. Weet iemand een leuke Bijbel? Nu mag je wel praten. Weet iemand dan, stel dat je heel boos wordt. Hè? Oh, je wordt heel boos. En nog terecht ook, hè? Je wordt heel boos. En dan wil je een partij gaan schelden en gaan tieren en gaan vloeken misschien wel. En dan komt dat bij die Bijbelfilter. Welke Bijbeltekst schiet je dan te binnen? Heb je vijanden lief? Als je boos wordt, gaat niet zondigen. Staat ook in de Bijbel. Dat wil zeggen, je mag dus wel boos worden, maar dan niet zondigen. Ja, boos worden is soms heel goed. Ja. Geef een tik op de andere. Nou, dat zou ik niet doen. Nee, dat doet zeer. Nee. Dat is het laatste wat je moet doen. Hè? Dat is het laatste, want dat doet zeer. Tik op je andere wang. Die wang toekeren. Ja. Maar begrijp je wat ik bedoel? Dat is zowel de in, maar dat is een preek apart eigenlijk. Want alles wat je oog ziet en je oor hoort, dat komt naar binnen. En als dat niet echt gefilterd is, dan is de kans heel groot dat je dingen meemaakt dat je hart doorstoken wordt. Of dat je hart gebroken wordt. En sommige mensen doen bij voorwaard al hun hart op slot. Daar kan niks in, daar kan niks uit. Maar het kan ook een blij hart zijn. Sommige mensen hebben een gouden hart. Zijn hier nog vragen over? Toch bezig zijn? Was het zo duidelijk? Ja, zo. Zeg eens niet vaak tegen mij. Ja. Eigenlijk is het zo dat als je kiest om de Bijbel als filter te nemen, dan geloof je dus in die Bijbel. Want anders zou je hem niet nemen. Je gaat niet iets nemen als filter waar je niet in gelooft. En als je in de Bijbel gelooft, wat daarin staat, dan geloof je ook dat God bestaat. Dat staat in de Bijbel. Dan geloof je ook dat we zondige mensen zijn. Dan geloof je ook dat Jezus voor je aan het kruis gegaan is. En dan geloof je ook dat je door Jezus naar God mag gaan en met God mag spreken, zo rechtstreeks. Een heleboel geloven hebben dat niet, dus die moet je niet nemen, joh. Dat is niks. Het is hartstikke tof om met God te praten. Ja. En dan geloof je ook dat er een eeuwig leven is. En dan geloof je ook dat er een soort reïncarnatie is. Een beetje wel, hè? Ja. Want we worden allemaal nieuwe mensen. Met een nieuwe naam. Straks in de hemel. Gigio, die gaat iets vertellen. Waarom een hart kan verstenen. Heb je daar zelf een antwoord voor? Of heb je dat... Jawel, je hebt er al een antwoord voor, hè? Gigio, kom eens naar voren. Gigio, kom eens. Kijk, het kwam bij mijn oor binnen. Het kwam mijn oor binnen, toen kwam het bij de Bijbel. En in de Bijbel staat, en ieder heeft iets om te delen. En toen dacht ik, toen had je iets, en toen dacht ik, nou jij vast iets om te delen. Iets over een versteend hart. Ja, nee, dus als ik kijk naar mijn omgeving, dan zie je verschillende mensen met een zacht hart, hard hart, versteend hart. En ander verkoold. Dan denk ik bij mezelf, er is zoveel te doen. Je kan zoveel lezen. En je kan je hartgesteldheid erop aanpassen. Maar soms vraag ik me ook af, van, waarom doen mensen dat niet? Waarom blijven ze, lopen ze,
gebukt onder zo'n juk, dat je hart laat verstenen. Ik zou zeggen, ga naar Jezus. Goed plan. Ik vind dat een goed plan. Ja. Nee, wat mij is overkomen is, ik ben namelijk, ik zit op een andere werkplek nu. Ik zit op Lombardije en ik werk met kinderen tussen 17 en 21 jaar. Maar op mijn vorige werkplek had ik een escalatie met een cliënt en die heeft me verwensingen gedaan. Dat ik zeg van, meisje, ik sla je één klap hier dat je neervalt. Toen dacht ik bij mezelf, Jezus zou dat niet doen. Maar ik wou dat doen. Om gelijk te halen. Om een verhaal te halen op haar. Wat ze heeft gezegd is erg, maar wil ik wel delen met jullie. Ze heeft gezegd, ik vind het fijn voor je dat je vrouw aan kanker is overleden. En jij gaat er ook aan dood, zei ze tegen mij. En ik wou er een rotschop geven. Maar ik bleef haar begeleiden, gewoon normaal. Maar ik maakte geen echt contact met haar. Gewoon functioneel. Maar op een dag liepen we samen naar de dagbesteding. En ik dacht bij mezelf, nu moet je proberen weg te lopen. Weg te rennen van me. Dan pak ik je. En ik dacht van, nee, dat idee is ook niet goed. Dan zou ik mijn gram halen bij haar. Dan zou het legitiem zijn. Want ze is weggerend. Of ze wilde bij mij weglopen. Dan zou dat legitiem zijn. Maar ik zei van, nee, dit moet ik aankaarten. Dus heb ik mijn teamleider, leidster gezegd van, dit wil ik niet meer. Ik wil overplaatsing. Dus ik ben nu naar een andere groep gegaan. En ik ben blij dat mijn hart niet versteend is. Ik ben blij dat Jezus mijn hart blijft kneden. Maar het kan zijn door alles wat je meemaakt in het leven, dat je hart versteend raakt. Maar wat ik wel kan zeggen is, dat als je Jezus in je hart hebt, heb je een zacht hart. Amen. Dit is een stukje praktijk. Heb je nou ook in een tijd het verhaal kunnen volgen wat dingen die binnenkomen, die dan in die Bijbel komen en dan gefilterd worden, dat er beslissingen worden genomen, dat er dingen toch weer anders waren als je gedachten, wat uit je hart komt, wordt ook weer gefilterd. En ja, dankjewel. Ja. Het gaat de hart in en het komt de zachtheid. Dan wil ik nog één Bijbeltekst voorlezen en ik wil vragen of iemand die even duidelijk voor wil lezen, Constance, dat mag jij dan ook weer doen. Jij kan zo goed lezen. Ik kan het van het bord af lezen, kan dat? Ja, van het bord af. Ja, dan heb je namelijk een goede vertaling. Een vertaling die we allemaal hebben. Ja, is goed. De nieuwe levenswandel. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt. Moet er niet voor gaan staan, Anton. Die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw gedenken. Van uw denken. Ja. En de nieuwe mens aan doet die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet.
Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen, u vergeving geschonken heeft. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Amen. De samenvatting voor vandaag. Wat belangrijk is, het plan van God kennen. Dat hadden we uit de preek van Geijmen al gehad. Er komen een heleboel dingen op je af, of je dat wil of niet. Het is goed om dat te zeven. En ik denk dat de Bijbel de beste methode is om het te zeven. En als we dat doen, dan zijn we in het plan van God. Want dan leidt hij ons door zijn woord, door de Bijbel heen. En hebben we een blij hart. Amen.